Hoi, ik ben Wouter van Chesco TV en ik sta hier naast... Halana. Halana Vlaming, toch? Halana, hoe gaat het? Goed hoor. En hoe gaat het met het toernooi natuurlijk? Ja, goed. Ik had vandaag gewonnen. En gisteren had ik hem eens tegen Katelijne. Dus ik ben wel blij op zich. En Katelijne is eerste geplaatst, toch? Ja. Dus jij hebt eigenlijk toen een heel goed begin. En hoe ging dat vorig jaar dan? Rond 2-3? Vorig jaar? Wie stond ook weer 32 geplaatst? Volgens mij stond jij vorig jaar zo na een paar rondes eerste, toch? Ja, klopt. En toen friste ik de laatste twee rondes en dat faalde. En denk je dat jij dit jaar beter bent geworden ten opzichte van vorig jaar? Ja, dat denk ik wel. Want ik heb er wel veel aan gedaan, zeg maar. En ja, ik denk het wel. En je hebt er veel aan gedaan. En wat doe je dan zoal? Ben je veel toernooi aan het spelen of zit je thuis alles te volgen? Of, wat doe je eraan? Ik speel veel toernooien en ik wil dit jaar ook mijn stap 6 examen doen. Dus daar ben ik ook heel erg mee bezig. En openingen ook wel. Vorig jaar speelde ik meer toernooien, denk ik. Omdat dit jaar heb ik het veel drukker, een of andere reden. Het is wel vervelend, dus ja. En als je nou kijkt naar partijen van vorig jaar, als je die misschien een keer terugkijkt. Zie je dan niet soms iets van, jeetje, wat was ik toen slecht of waarom deed ik dat? Zie je wel eens je verbeteringen bij jezelf? Ik heb eigenlijk mijn partijen niet bekeken vorig jaar. Nog helemaal niks? Nou nee, niet op dit moment. Want inderdaad, ik moet eerlijk zeggen, ik ken jou vorig jaar nog nauwelijks. Maar dit jaar ben ik jou best wel een paar keer op toernooien tegengekomen. Volgens mij ben jij, ondanks dat je best wel druk bent, ben je er best wel veel mee bezig, toch? Ja, dat probeer ik wel. Ja. Het is echt jouw grote hobby nummer 1. Geen idee. Nou ja, ik doe er ook wel andere dingen. Maar schaken gaat eigenlijk wel heel erg groot voor. En ben jij dan iemand die alleen maar toernooien in de buurt speelt? Of ga je ook op reis? Of, Nee. Ik speel ook wel toernooien ver weg, als het mag, van mijn ouders. Als die mee willen gaan. Dat was gelukt, vorig jaar met Groningen. Toen ging mijn vader mee. En met Onyeka doen we ook altijd mee en zo. Wat is het leukste toernooi wat je toen hebt gespeeld? Tot nu toe? Mm-hmm. Ja, dat is wel een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Misschien wordt het wel dit toernooi. Want dit toernooi kan je natuurlijk Nederlands kampioen worden. Misschien. Hoe schat je de kans in? Dat weet ik niet, want daar denk ik niet aan. Jij hebt gewoon elke keer kijken van, ik ga een partij spelen en ik zie het wel. En als ik aan het eind een rit bovenaan sta, dan... Dan is het mooi meegenomen, ja. Dan is het mooi. Oké, dus je kijkt niet eigenlijk naar je kansen. Maar als je dan kijkt naar je tegenstanders, dat kan natuurlijk wel. Wie tip jij dan als favoriet? Mijn tegenstanders? Ja, van jou. Sorry. Katelijne, denk ik. Katelijne. Of, nou, ik denk dat we allemaal wel kans maken. Er is eigenlijk niet één iemand die eruit spreekt. Oh. Nee. Volgens mij word je er ook een beetje afgeleid door dames aan de zijkant, of niet? Wat denk je bijvoorbeeld van Willem Meijnhof of Rosa Ratsma? Maken die kans? ik denk het. Ja, ik denk het wel. ja, ik denk het wel. Je denkt het wel. We zullen zien. Hey, Halana, we gaan gewoon lekker knippen en misschien komt er wel een heel erg leuk interview uit. Hey, dankjewel.